Merel, afgelopen weekend speelden jullie een geweldige partij tegen Havers uit Lelystad. Die wonnen jullie in de slotfase met 27-26. Dan denk je, dan moet er met een goed gevoel moet je hier staan op donderdagavond. En dan zie ik alleen maar bloednerveuze dames van VVW. Ja, nou ja, het blijft toch elke keer weer een spannende wedstrijd. Dus zo tegen, ja, tegen de buren eigenlijk. En ja, de druk zit er ook wel op, want ja, we moeten wel winnen om niet onder, ja, onderaan te blijven hangen. Dus iedereen wil wel heel graag, maar ja, het, ja, dan voel je ook de spanning. Misschien is dat ook juist dat iedereen te graag wil. Ja. Ja, gek eigenlijk, hè? Want ik zei het al, afgelopen zondag een uitstekende wedstrijd overwinning behaald. Ook in het bekertoernooi wist je SW 2 te verslaan. En dan nu, eigenlijk gaat het tot 10 minuten voor het einde ook goed. En dan poept het, zoals jullie trainer wel eens zegt, dan poept het helemaal weg. Ja, ja, dat zien we zo vaak dit seizoen. En vorige week dan weten we hem wel over de streep te trekken en nu niet. En ja, weet je, we weten ook elke week weer dat we tekort doelpunten maken. En vorige week zaten we eindelijk eens een keer over die 20 doelpunten heen. En nu, de tweede helft, zijn het er weer. Ja, wat is het? 5, 4? Ja, het is gewoon, ja. Had het uitvallen van Jumela Groteman ook nog enigszins invloed op jullie gemoedsrust tijdens de wedstrijd? Want die kwam hard te val. Ja, nee, dat denk ik sowieso. Het is toch altijd een sterk speler. Ze maakt altijd de doelpuntjes. Dat werd zeker gemist. Maar ja, zonder haar moeten we dan toch doorzetten. Dat lukt niet. Ja. Eén doelpunt verschil. Zuurder kan het niet, hè? Nee. We hebben vaker dit gehad dit seizoen. En nou ja, weet je, die lange bal. Ja, je wil hem toch spelen. Ja, of hij goed valt of niet. Dat is dubieus, ja. Helaas nu niet. Ja, Dionne, je kon duidelijk merken dat er behoorlijk wat spanning op de wedstrijd stond. Want het was van beide ploegen slordig. Ja, dat klopt. We hebben altijd wel met VVW zijn we eigenlijk altijd aan elkaar gewaagd. En je zag ook bij ons, we creëerden de kansen wel. Maar bij ons is natuurlijk zonder hars nog een dingetje. En je zag ook dat de doelpunten daarom niet vielen. Omdat ja, gewoon, dat je dan gewend bent om met hars te schieten. En dat is gewoon zonde, want dan hadden we anders veel meer kunnen uitlopen, ja, met de punten. Ja, want pas 10 minuten voor het einde kantelde de wedstrijd in het voordeel van West-Friesland SCW. Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk wel vaker dat we dan op het begin wel eens achter staan. Maar we houden het eigenlijk altijd gewoon positief. We blijven gewoon ons eigen spel spelen. En zo zie je maar weer dat het dan op het laatst onze kant opvalt. En dat is natuurlijk top, want we gaan natuurlijk gewoon voor die 2 punten hier. Omdat, ja, dat is toch een spanning. VVW-SCW is altijd een beetje onderling. We willen allemaal winnen. Een onvervalse streekderby, daar waar hij eigenlijk in Wochnum gespeeld had moeten worden. Maar toen ging het niet door, omdat er geen arbitrage was. Nee, dat is hartstikke zonde natuurlijk. Je kijkt heel erg uit naar die wedstrijd. Ook wat ik al zei, van je bent zo aan elkaar gewaagd en je traint erop om tegen hun te spelen. En dat is gewoon, ja, gewoon vervelend dat het dan niet doorgaat. Maar gelukkig hebben we hem nu ingehaald. Dan kunnen we gewoon weer verder met de competitie en staan we allemaal weer gewoon gelijk met de aantal wedstrijden. Ja. En je doet nog steeds mee in de top van deze tweede divisie. Want ja, de intentie is er om natuurlijk de eerste divisie te behalen. Ja, dat is sowieso. Vorig seizoen zaten we natuurlijk ook weer dichtbij. We moesten daarna een inhaalwedstrijd tegen een andere wedstrijd tegen PSV. Ja, dat was gewoon niet goed voorbereid van ons met het hele team. Dus eigenlijk hadden we dan al een kans gehad om in de eerste divisie te komen. Maar je ziet het bij VZV, die staat bovenaan. Maar wij hebben bijvoorbeeld het eerste deel van het seizoen heel veel zonder hars al gehad. En wij hoeven nu nog maar 1 keer zonder hars. Dus dan hopelijk laat VZV en Kwiek boven ons wat punten vallen. En dan gaan wij gewoon alles winnen. Nou, wat daar met die andere concurrent, VZV uit het veld. Die hebt nog een paar harsloze wedstrijden. Ja, je zag het ook een keer. Daar hebben ze ook maar net aan gewonnen nog zonder hars. En voor hun is het natuurlijk, hun hebben veel meer moeite om zonder hars te spelen. En wij zijn er nu uiteindelijk wel aan gewend. Het blijft altijd gewoon niet zo goed bij ons. Maar we hebben mazzel dat we dat al gehad hebben. En eigenlijk best wel veel gewonnen daardoor. Dus we gaan gewoon lekker die hars de rest van de wedstrijden lekker winnen. En dan gewoon kampioen worden is ons doel natuurlijk nu. Nu staan we toch bovenaan met de anderen. Ja, hoe je het went of keert, in deze streekderby is het publiek niet echt verwend. Nee, het was ik vond het een beetje een saaie wedstrijd. Met name omdat het heel defensief was allemaal. Ja, je ziet het ook aan de stand, 16-15, dat is niet heel veel. Maar ja, het was even nodig. Ja,
10-8 bij de rust. Jullie hebben eigenlijk tot 10 minuten voor tijd achter de feiten aangelopen, qua scoren dan. Wat zeg je tijdens de rust tegen de dames? Tijdens de rust hebben we vooral gehamerd op de dekking. Meiden waren niet helemaal tevreden, want ze moesten heel defensief dekken. Vonden dat niet helemaal lekker gaan. Maar als je dan aangeeft, meiden krijgen 10 doelpunten tegen in een half uur. Dat is oké. Weet je, je wint geen wedstrijd met 3 of 4 doelpunten. 10 is oké. Dus toch geprobeerd dat ze het vertrouwen krijgen dat zo'n defensieve dekking ook wel heel lucratief kan zijn, zeg maar. Ik zei het al tegen Dionne Noordermeer, pas 10 minuten voor het einde van de wedstrijd kantelt hij in jullie voordeel, omdat jullie rustig bleven. Ja, vooral inderdaad rustig blijven, in de dekking met name. En vertrouwen op hebben dat dat defensief lukt. Melanie stond natuurlijk een berenpartij te keepen. Dan durf je het ook aan, hè, als een keeper goed in de wedstrijd zit. En dan wel je kansjes pakken voor. Kampioenschap is een mogelijkheid voor West-Friesland SEW. Leeft dat een beetje bij de dames? Ik denk dat ze het niet heel hard uitspreken. Maar ik denk diep van binnen dat het wel leeft, ja. Want we blijven natuurlijk voor het hoogst mogelijke gaan. En we hebben het niet helemaal zelf in de hand natuurlijk. Hè? Want al wenen we van VZV, dan staan we nog een puntje achter. Maar ik denk dat wel in deze competitie heel veel mogelijk is. Het zit dicht op elkaar allemaal. Ja. Geniet je van, hè? Oh, ik vind het heerlijk. Ja, vooral dit soort wedstrijden. Weet je, dan gaat het om details. En als je je ploeg dan bij de les kan houden en dat ze dan het vertrouwen hebben dat ze proberen uit te voeren waarvan jij denkt dat het beste werkt. Ja, dat is heel fijn. Ja, als ik een eerder gesprek ter hand nemen wat we gevoerd hebben, dan denk ik dat het hetzelfde punt weer naar voren komt. Die slotfase van commandeur VVW. Nou, ik denk dat het nu al een paar keer zo is. Dat we nu ook 5 keer scoren de tweede helft. De afgelopen weekend ook 5 keer de tweede helft. Ja, de eerste helft spelen we goed en fris in het handbal. En de tweede helft misten we de agressie en de drive. Toch vond ik het opvallend, hè? Want jullie hadden afgelopen weekend een fantastische pot gewonnen tegen Havas. Eerder in het bekertoernooi wisten jullie het ook goed te doen tegen West-Friesland ECW. En dan zie ik toch heel veel nerveuze meiden aan de start verschijnen. Ja, ik denk dat dit komt door de derby en ze fokken elkaar een beetje op. Zo heb ik het ook net gezegd. Sommigen zijn te fanatiek en de ander gaat niet mee. En de ander kent niet tegen kritiek. En daar moeten ze mee om kunnen gaan. En ik ben een flap uit van over het veld. En ik coach op mijn manier. En dat viel net niet even in goede aarde. Nee, dat kan. Dat moet ik respecteren. En ik moet ook bij mezelf gaan denken. Maar ja, we maken zoveel fouten. Of fouten. De tweede helft miste de drijf naar voren. We waren alleen maar van links naar rechts aan het hangen. Handballen of we net begonnen. We hebben een fantastische concept om iedereen vrij te spelen. Maar ja, dan is de drive. Ja, en daarna dat Jamila wegviel, ja, dat was een hele domper. Ja, die zat heerlijk in de wedstrijd. Ja, maar de eerste helft miste ze ook heel veel. En dan hebben we het over gehad. Ook dat ik er wisselde van, nou, je moet even pas op de plaats. Ik denk dat we maandag hebben getraind. Gewoon neem je tijd en blijf wat langer hangen. Is niet schiet niet snel. Ja. Maar ja, dat resulteerde dat ze wel al erdoor ging nu. 10 minuten voor tijd komt West-Friesland SRW op een voorsprong in de wedstrijd. Voelde je de buit toen al een beetje hangen? Nou, ik gaf net aan. Mijn schakels op de rechterkant waren in de dekking waren wat minder te traag. En Mout Appelman kon daar mooi van profiteren. Naar de ballen, naar Richelle aan de cirkel. Ja, dan liepen we daar even 3 minuten achter de feit aan dat het 13-16 werd. Ja. En dan scoren hun ook de laatste paar minuten niet. Ja, wij missen dan die strafworp op 15-16. En ik zeg, dat is een cruciaal moment. Ja, en ik zeg tegen Suze, Reus is weg. Ja, die gooide die lange bal, maar ik wist niet dat het nog 25 seconden was. Ja, dus dan denk ik, mag ik me ook zelf aanrekenen. Ja. Uiteindelijk verlies je hem dan van streekgenoten West-Friesland SRW. En blijf je toch een beetje met je ploeg in de hoek waar de klappen vallen. We hebben het er al eerder over gehad. Hoe moet je tij nu keren? Ja, met elkaar de koppen bij elkaar. We hebben een goed gesprek gehad. En die afspraken komen ze niet na. Daar hebben we het net ook over gehad. En zondag staat de VZV, de koploper, hier voor de deur. Ja, jongens, we moeten niet zo spelen als vandaag. Want dan ga je de Bietenberg op. Met grote cijfers en dikke cijfers. Maar we moeten blijven trainen. En er moet wat meer agressie in het team komen. En dat trainen we ook op met agressiviteit. Maar hard en ver, zeg ik altijd. En dat was in de tweede helft te zoeken.